Dus nou echt na een jaar of vijf ben je denk ik bezig. Heb je nog steeds heel veel steun aan Marianne? Ja, absoluut. Ik heb nog steeds wekelijks contact met haar. Ook voor het nieuwe album heeft zij liedjes geschreven, ook voor mij. En dat was echt heel erg leuk, want we gingen een middag naar de studio en staat daar dan een synthesizer en dan heeft zij iets in haar hoofd en gaat ze het zelf spelen. En dan, dan hebben we zo in een middag, heeft zij eigenlijk twee liedjes geschreven. En dat was echt heel erg leuk om te doen, want normaal krijg ik een liedje binnen en dan ga ik het opnemen. Maar ik was nu eigenlijk veel meer ermee bezig om liedjes te maken. Ze vroeg ook echt aan mij, want ik heb al eerder gezegd, ik ben zelf niet zo van de liedjes zelf schrijven. Ik vind dat nog steeds een vak apart en dat moet je ook echt in je hebben en ja, dat heb ik niet. En dan vraagt ze ook echt aan mij van, nou Zien, waar vind jij waar dit liedje over moet gaan? Moet het verdrietig zijn? Moet het leuk zijn? En dan heb ik wel een idee van, nou bij dit liedje dat moet echt een hele grappige tekst op, weet je wel. En bij dit liedje dat moet heel droevig zijn. En zo komen we daar samen uit. En dat is zo leuk. Ik vond dat echt, we waren die middag in de studio en ik zei ook echt van, nou ik vind het eigenlijk nog veel leuker als het inzingen zelf. Om zo op die manier bezig te zijn met je eigen liedjes. Dus vanaf nu ga je er iets meer mee bezighouden, toch? Ja, toch wel. Ja, ik heb ook gevraagd, ik neem bij Manfred op. En ik heb ook aan Manfred gevraagd van, als je dingetjes erbij gaat doen, als je live instrumenten in gaat spelen, bel me dan even. Ik vind het superleuk om daarbij te zijn, weet je wel. Om gewoon net wat meer bezig te zijn met je liedjes als wat ik bij de andere albums heb gedaan. En ja, nou, dat is nu al bij een aantal liedjes heel goed gelukt. En dat vind ik echt heel erg leuk.